Veel mensen hebben hem gekregen. De dreigmail van een zogenaamde hacker die over chantabel materiaal zou beschikken. We vroegen aan de afdeling cybersecurity van de Radboud Universiteit hoe we hiermee moeten omgaan. Ja, we hebben die mail hier ook ontvangen. En het viel ons ook op dat die in heel goed Nederlands gesteld was. En een van mijn collega's heeft gekeken naar het Bitcoin-adres, wat erin genoemd werd. En daar hebben we kunnen zien dat er inmiddels 16 mensen betaald hebben, €500. Dus er zijn toch mensen ingetrapt. En daar heeft hij toch een crimineel geld mee verdiend. Nou, je ziet wel dat criminelen zijn gewoon heel creatief, steeds nieuwe manieren aan het bedenken om mensen geld af te troggelen. En ja, dit is een van de manieren. En met Bitcoin is het heel makkelijk geworden voor ze om anoniem geld te ontvangen. Dit is wel iets wat stijgt. Tegen de mails kun je weinig tegen doen. Je kunt hopen dat hij niet door je spamfilter heen komt. Op je laptop of pc kun je de camera afplakken om te voorkomen dat mensen filmpjes van je maken. En als je dit soort mails krijgt, is het altijd even goed om even rond te kijken op het nieuws of er meldingen zijn van dat dit soort nepberichten de ronde doen. En dan weet je misschien dat je er vooral niet in moet trappen. Studenten van deze opleiding kwamen al eerder in het nieuws, omdat zij bewezen dat de OV-chipkaart te kraken was toen deze voor het eerst in gebruik werd genomen. Ook konden ze aantonen dat de stemcomputers een paar jaar geleden bij de verkiezingen ingezet te manipuleren waren door een computer stemmen verkeerd te laten tellen. We hebben al, van 15, 20 jaar geleden hebben we al gemerkt dat dit soort criminaliteit, of criminaliteit algemeen op internet, wel een stijgende trend was. Dus we hebben hier denk ik de grootste onderzoeksgroep op cybersecurity gebied in Nederland. En in onze informatica opleiding is het ook iets wat uitgebreid aan bod komt. Want er is duidelijk grote behoefte aan mensen die snappen hoe dit soort dingen werken en om daar tegenin te gaan. Ja, dus we doen hier al redelijk lang onderzoek aan cybersecurity. Dus een jaar of 10 geleden hebben studenten van onze opleiding toen ook de OV-kaart gekraakt. Om te laten zien dat die niet veilig was. We zien wel dat er ook vanuit studenten meer belangstelling voor dit onderwerp is. Dus op zich de aanmeldingen zitten wel een stijgende lijn in. Dus dit jaar hadden we iets van tegen de 100 eerstejaars studenten informatica die dit soort dingen gaat doen. Maar we zien dat er schreeuwende behoefte is aan mensen in het bedrijfsleven die verstand hebben van digitale beveiliging.